En het is illegaal, toch gaat er ruim 500 miljoen euro in om. De online gokmarkt. Als ik heb gewonnen, dan denk ik van wow, dat was makkelijk. 50 euro in de pocket. Misschien kan ik er wel 100 euro van maken. Ja, en voor je het weet is die 50 euro weer weg. Maar ja, dat is het spel natuurlijk. Vanaf vrijdag kan het ook legaal. Dan krijgen een aantal bedrijven een vergunning. Wat kunnen we daarvan verwachten? De baas van de kansspelautoriteit is te gast. Gaan we naar iets heel anders. Roulette, bingo, blackjack of de fruitautomaat. Thuis vanaf de bank gokken bij een illegaal casino wordt steeds populairder. Nederlandse online gokkers geven er per jaar 500 miljoen euro aan uit. Maar veel spelers hebben er geen idee van dat online gokken in Nederland nog verboden is. Vanaf vrijdag geldt de nieuwe gokwet in ons land. Dan mogen casino's met een vergunning online kansspelen gaan aanbieden. Deze week wordt duidelijk welke bedrijven een vergunning krijgen. Straks spreek ik met de toezichthouder René Jansen van de Kansspelautoriteit, maar eerst de praktijk. Ik heb 1 euro op nummer 1 en 1 euro op nummer 9 gezet. Dus kom op nummer 1 en nummer 9 natuurlijk. Kom op. Ja, dit vind ik echt het leukste. Die paardenrennen, die spanning. Oh, geweldig. Want 1 ging echt heel lang goed. Wat is nou het fascinerende van online casino spelen? Ja, de spanning, maar toch ook de ontspanning van lekker op de bank zitten. Ja, ik vind het gewoon super leuk om te doen. Soms wint en soms verliest Jamie. Iedere maand zet ze een paar honderd euro in op paarden, poker of roulette. Dit jaar geven Nederlandse gokkers samen dus 500 miljoen euro uit bij illegale online casino's. Om een einde te maken aan dat illegale spelen mag je vanaf 1 oktober alleen nog maar gokken bij casino's met een vergunning. En die wet is hard nodig, vindt de branchevereniging van onder meer Holland Casino en de Toto. Je wil dat het spelaanbod gecontroleerd wordt. Op het moment dat mensen iets winnen, dan wil je ook dat zo'n bedrag uitgekeerd wordt. En misschien wel het allerbelangrijkste is dat er ook preventieve maatregelen gevraagd worden van de aanbieders om mensen te beschermen tegen een kansspelverslaving. Nou, dit casino belooft onder andere als je inschrijft en je eerste storting doet, dat je 100 euro krijgt als je 100 euro stort. En nog een keer 100 gratis draaien op een fruitautomaat. Laat u zich dan ook verleiden om door te gaan en door te gaan? Nee, dat betreft ben ik wel een verantwoordelijke speler. Maar ik kan me indenken dat mensen toch weer een extra storting gaan maken om erover weer een bonus te kunnen krijgen. Uit onderzoek naar online kansspelen blijkt dat 54% van de gokkers het gevoel heeft dat internetcasino's ze verleiden om door te spelen. Dat is zorgelijk en daarom is er in de wet en de regelgeving zijn er eisen gesteld waarop je mensen eigenlijk niet mag verleiden om door te spelen. Dus het moet leuk zijn, kansspel online, dat is een vermaak en dat mag, maar het moet niet tot problematisch speelgedrag leiden. Ook de Vereniging van Internationale Gokbedrijven zoals Unibet, PokerStars en Bwin vindt dat je terughoudend moet zijn met het geven van bonussen en cadeautjes. Van bonussen zegt men dat er een perverse prikkel van uitgaat. En daarom moet je bonussen ook heel gericht en beperkt inzetten. Spelers reageren op bonussen. Spelers willen bonussen krijgen. Dus als ze geen bonussen krijgen bij jou, dan gaan ze naar het illegale aanbod waar ze wel bonussen krijgen. En heb je wat gewonnen? Nu heb ik niks, nee, helaas. En ben je dan wel eens geneigd om te denken, nou, ik zet nog even nog wat meer in? Dat heb ik meestal als ik heb gewonnen. Dan denk ik van, wauw, dat was makkelijk, 50 euro in de pocket. Misschien kan ik er wel 100 euro van maken. Ja, en voor je het weet is die 50 euro weer weg. Maar ja, dat is het spel natuurlijk. Bijna een kwart van alle spelers geeft in het onderzoek aan dat ze het afgelopen jaar wel eens financiële problemen heeft ondervonden door online gokken. Dat vind ik heel slecht. Dat is rampzalig. En dat getal moet naar beneden. En hoe gaan uw leden dan proberen dat te voorkomen? Er wordt bijvoorbeeld getimed hoe lang iemand aan het spelen is. Er wordt gekeken naar of iemand van verschillende rekeningen geld overmaakt naar zijn spelersrekening. Dat zijn allemaal signalen waar we naar kijken. En dan, als we die signalen binnenkrijgen, dan moet er worden ingegrepen. En dan moet er worden aangeklopt bij die speler van, gaat het wel helemaal goed? In de nieuwe wet staan meer maatregelen om online spelers te beschermen en gokverslaving te voorkomen. De kansspelautoriteit had er toezicht op
en beoordeelt welke bedrijven op 1 oktober een online casinovergunning krijgen. Onder meer Holland Casino en de NLO, de Nederlandse Loterij, hebben zo'n online vergunning aangevraagd. Er spelen ruim 800.000 Nederlanders op illegale sites als Unibet en Bwin. Dat is weliswaar verboden, maar het wordt al jaren gedoogd door de politiek. Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft vorige week de internationale gokbedrijven opgeroepen om er onmiddellijk mee te stoppen. De directeur van een branchevereniging vindt dat de bedrijven die op 1 oktober al wel een vergunning krijgen, nu worden voorgetrokken. Holland Casino, NLO en andere aanbieders die een vergunning hebben aangevraagd, die hopen hier natuurlijk een groot graantje mee te pikken. Meer spelers te krijgen. Ik baal ervan en ik vind het ook niet fraai. We weten allemaal al lange tijd dat de wet met ingang van 1 oktober verandert. En ook de spelregels zijn al langere tijd duidelijk dat je geen illegaal aanbod mag geven op het moment dat je een vergunning aanvraagt. Zegt u dan over die internationale aanbieders eigen schuld? Dat is aan de internationale aanbieders die hun route hebben gekozen. Waar ga je nou op 1 oktober spelen? Ja, ik hou toch van gemak, van Nederlandse klantenservice en betalen via iDeal. En ja, ook een stukje betrouwbaarheid. Dus ik ga wel naar legale casino's. Bij ons, René Jans, u bent voorzitter van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit. Hartelijk welkom. Dank u. Ja, vanaf aanstaande vrijdag is het dus legaal. Kan je legaal online gokken. Er zijn 29 bedrijven die een aanvraag hebben gedaan. Hoeveel daarvan krijgen een vergunning? Er zijn 10 bedrijven die aanstaande week een vergunning krijgen. Dus het is 1 op de 3 die op dit moment al succesvol dat traject heeft doorlopen en waar wij nu een vergunning aan kunnen gaan verlenen. Ja, en waar voldoen zij aan en waar voldoen de anderen niet aan? Er zijn heel veel eisen in de wet gesteld en die vertalen zich ook in vergunningeisen. Mm-hmm. En dan moet u denken aan dat het spel veilig is, dus dat er veel wordt gedaan aan het voorkomen van verslaving. Dat er anti-witwasbepalingen zijn, dat er verdachte gokpatronen moeten worden gedetecteerd. We moeten het spelgedrag van mensen kunnen monitoren, volgen en ook in hun interveneren. Dat moet ook weer in allerlei technische systemen in kluizen bijvoorbeeld worden opgeslaan, waardoor ook wij daar weer op toezicht kunnen houden. Mm-hmm. Kortom, ik kan daar 18 technische dingen, maar dat is helemaal niet interessant voor u. Mm-hmm. Maar er zijn dus hele hoge eisen gesteld. Ja. En dat vergt veel van degenen die een vergunning hebben aangevraagd. Ja. Maar de vraag is, waarom zou je het eigenlijk willen faciliteren? Er is onderzoek gedaan, er zijn veel mensen die inderdaad gokverslaafd, die in de financiële problemen komen. Waarom willen we dit faciliteren? Omdat we nu eindelijk kunnen gaan faciliteren en omdat we daarmee die problemen kunnen gaan voorkomen. U moet bedenken, we horen het in de reportage, er zijn nu 800.000 mensen die op een of andere manier illegaal gokken. Velen weten niet eens dat het illegaal is, maar daar is geen toezicht op. Daar kunnen wij ook niet echt op interveneren hoe ze dat spel doen. Mm-hmm. Dus we krijgen nu voor het eerst, sinds toch echt een jaar of 10 zijn wij al bezig met allerlei dingen bij de kansspelautoriteit, krijgen we echte instrumenten en vergunninghouders waar we ook echt op toezicht kunnen houden. Maar uit dat onderzoek van de branchevereniging blijkt dat 54% van de gokkers zich door het systeem, door het bedrijf verleid voelt om maar door te gaan. Mm-hmm. En 24% van de mensen in financiële problemen raakt. Ja. Heeft die wet daar dan echt een antwoord op? Daar heeft die wet in ieder geval belangrijke antwoorden op. Of het helemaal sluitend gaat worden, dat gaan we zien. Mm-hmm. In ieder geval zetten er belangrijke maatregelen in die wet. Bijvoorbeeld dat je geen bonussen mag aanbieden gedurende het spel. Mm-hmm. Dat er ook als er verdacht speelgedrag is, als er onmatig speelgedrag ziet gebeuren, dat er dan ook moet worden ingegrepen door die toezichthouder, door de aanbieder. En waar wij ook weer kunnen toezicht. Er zitten allerlei meer checks en balances. Mm-hmm. Dan in het volkomen illegaal water. Ja, nou is het wel zo, u kunt dat doen bij de bedrijven die u dus een vergunning geeft. Ja. Maar nou blijken er ook bedrijven te zijn, met name op Curaçao gevestigd, begrijp ik. Die, laten we zeggen, de cowboys onder de online aanbieders van gokspelen. Waar het gaat om witwassen, crimineel geld. Ja. Hoe gaat u daarop toezien? Want volgens mij heeft u daar niet de macht om in te grijpen. Nee, de kansspelautoriteit is alleen voor toezicht op het, in Nederland, op het continent hier en niet op de eilanden. Dus daar gaan wij geen direct toezicht uitoefenen. Wat we wel kunnen doen, is die aanbieders het leven zuur maken, verder zuur maken. Bijvoorbeeld door het betaalverkeer tussen
die aanbieders en hun klanten gaan doorknippen. Wij kunnen aanwijzingen geven. Dat zijn bindende aanwijzingen aan betaaldienstverleners bijvoorbeeld. We zullen ook de internationale samenwerking gaan opvoeren. Wij zullen ook hogere boetes gaan opleggen. Waarbij meteen de relativering maken. Vaak betalen ze niet eens. Dus dat is niet, daar moet je niet alles van verwachten. Heeft u meer instrumenten nodig om ook die bedrijven op Curaçao aan te kunnen pakken? Nou, dat is moeilijk, omdat wij natuurlijk niet over Curaçao gaan. Mm-hmm. Staatssecretaris Knops heeft zelf als een voorwaarde bij de coronasteunmaatregelen heeft hij geëist dat ook Curaçao zelf, het land Curaçao, dit probleem nu eindelijk serieus gaat aanpakken. Strengere wetgeving en een keer serieus toezicht gaan houden. Nou, laten we hopen dat dat gaat gebeuren. Ik wil u hartelijk danken voor uw komst en toelichting vanavond. René Jansen van de Kansspelautoriteit. Dank u. Graag gedaan. Ja, en dan gaan we nog...